Ja, we bevinden ons ondertussen hier in dat mooie Aardenburg, samen met de organisator en zijn vrouwtje. Dag Edwin. Hey, dag William. We zijn blij. We zijn heel blij dat we hier eindelijk zijn met al onze artiesten, al onze fans. Ja, het lijkt ook een succes te zijn. Hè? De mensen zijn al volop in de moed. Ja, we zijn... De show moet nog beginnen en ja, iedereen is gewoon al plezier aan het maken, is in vorm. Het eten was super lekker, iedereen heeft een heel leuke, aangename kamer, dus het kan gewoon niet meer stuk. Ja, Edwin, het Slagerfest is natuurlijk de volgende uitdaging, hè? Ja, het Slagersfeest in november, dat is eigenlijk ja, datgene waar we een heel jaar ontbouwen, een heel jaar naartoe leven. Dat is voor de 13e keer. Dus we beginnen ondertussen een klein beetje te kennen hoe het werkt. Maar het is ja een opbouw gedurende heel het jaar. En ik denk dat dat ook meer het succes is. Als we van een succes mogen spreken natuurlijk. Van het Slagersfeest in Lommerzeel. Waar ja. We toch ook dit jaar weer meer dan 2000 mensen verwachten. Die op onze affiche met onze artiesten ja, gaan komen feestvieren. Inderdaad. Zeg, ik zie dat uw vrouwtje bij u is, hè? Misschien mag zij ook wel eens iets zeggen. Dat is mijn steun en toeverlaat. Ja, zij werkt waarschijnlijk ook mee. Ja, ik steun hem volledig. En, we hopen dat deze editie wel heel, heel, heel goed afloopt. Maar we hebben echt veel, veel moed op. Ja, ik zie het eigenlijk. Jullie zijn erbij. Heel enthousiast, enthousiaste mensen. Dat is juist het sterkte van mijn vrouw. Dat voilà. Die eigenlijk met heel weinig woorden kan zeggen daar waar het om draait. Juist, dat is de sterkte van het team. Dat is echt wel fantastisch. Hè? Ja. Ik heb dikwijls, maar dat is misschien eigen aan mannen, iets meer woorden nodig om te zeggen wat ik wil zeggen. Maar zij kan dat gewoon met een paar woorden, dus dat is super. Ja, Edwin, we gaan straks nog even een gesprek doen met een van die grote sponsors. Misschien dat die persoon ook even tot aan de micro kan komen of tot aan de lens. Wat hebt u de kijkers nog te zeggen natuurlijk? Wel, William, ik ben zeer blij dat jullie hier ook dit weekend weer beelden komen maken. Ik ga zelfs inderdaad een van onze mensen, sponsors, ook aan het woord laten. Omdat ik ook belangrijk vind dat die mensen de nodige aandacht krijgen. Want zonder hen... zou het gewoon niet lukken. Zo'n festival organiseren kost nu eenmaal heel veel centen. En ja, zonder die financiële steun kunnen we er eigenlijk gewoon niet aan beginnen. Dus ons hart is heel dankbaar juist voor die mensen die telkens opnieuw, dikwijls na een gewoon telefoontje zeggen van weet je wat, ik doe nog eens mee. Ondanks crisissen, ondanks energiesituaties, noem maar op. Hebben die bedrijven toch elk jaar weer toegezegd. En ook dit jaar. Dus uit de grond van ons hart een welgemeende dank nu al op voorhand. Ja, dankjewel Edwin om hier te zijn. En om, laten we eerlijk zijn, ons ook de gelegenheid te geven om daar ook aandacht aan te geven. En dat gaan we namens de Vlaamse muzieksite uiteraard doen. Heel veel aandacht, heel veel promotie en zorgen dat het allemaal een groot succes wordt. Alvast bedankt ook voor jullie ondersteuning, want mensen zoals jullie zijn onmisbaar voor de promotie, voor de bekendmaking van onze events, tussen alle grote events die er zijn. Dus ook daar echt waar hartelijk dank. Graag gedaan.